Oké, Marcus 2, vers 1 tot en met 12. Wie heeft het opgeslagen? Wie heeft het? Marcus 2, van 1 tot en met 12. Je hebt het. Wil je hem hard voorlezen voor mij? 2 tot en met 12? Ja. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hem niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En zij kwamen en brachten een verlamde tot hem, die door 4 mannen gedragen werd. En daar zei deze, zij deze niet tot hem konden brengen vanwege de schade, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder waarop de verlamde lag. En daar Jezus zijn geloof zag, zeide hij tot de verlamde: kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten: wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij aldus in zichzelf overlegden. En hij zeide tot hem: waarom overleg gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker tot de verlamde te zeggen: uw zonden worden vergeven? Of te zeggen: sta op en neem een matras op en wandel. Maar opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide hij tot de verlamde: tot u zeg ik, sta op, neem een matras op en ga naar uw huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller ogen naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: zoiets hebben wij nog nooit gezien. Halleluja! Als je hier kijkt naar dit verhaal, dan is het een heel geweldig mooi verhaal. Het probleem van de fariseeën, dat hun harten zijn verhard. Zij willen niet de grote daden God zien, ze willen niet Jezus zien. Ze willen het volk, willen ze in hun keurslijf blijven houden. Dat zie je vandaag aan de dag ook zoveel, dat mensen worden aan het lijntje gehouden. Maar God is een God die wil doorbraak geven in jouw leven. Amen. Is dat zo? Wil God doorbraak geven in je leven? Hij wil het graag. Er zijn 4 vrienden van deze lamme man. En die hebben geloof. Die zeggen: Jezus is in het huis. En als Jezus in het huis is, dan gebeuren de wonderen. Halleluja. Amen. Zij zien, ondanks de blokkades die er ontstaan af en toe, want ze konden het huis niet in. Het huis was eigenlijk gebarricadeerd. Maar we laten ons never, nooit tegenhouden door een blokkade of een barricade. We gaan er dwars doorheen. Amen. De Bijbel zegt: geweldenaars grijpen ernaar. Bent u vandaag een geweldenaar? Bent u geweldenaar? Amen. God zoekt geweldenaars. Mannen en vrouwen die ervoor willen gaan. Die zeggen: ik wil het vuur van de hemel laten komen op deze aarde. Ik wil mensen, wil ik genezen in de naam van Jezus. Ik wil volkeren, wil ik tot Jezus brengen. Ik wil ze vertellen de grote daden Gods. Amen. Deze 4 mannen die stonden daar. En ze konden er niet in. Maar ze lieten zich never, nooit weer houden. Wij laten ons heel snel ontmoedigen als het even tegen zit. Als onze auto
kapot is, dan zegt hij, ja vader, sorry, ik kan niet naar de kerk, want mijn auto is kapot. Als je wil, dan kom je. Amen. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, oh heer, ik ben ziek, ik kan niet naar de gemeente. Nou, ik denk dat de beste plek is juist in de gemeente te komen. Want daar is God zijn aanwezigheid. Daar kan je genezen worden. Thuis blijf je alleen maar zitten en janken. Ja. Ja, we janken zo vaak in de dag. Ja, en dan zeggen we nog, ja, God die kan de tranen van mij. Hij heeft een kruikje. En daar vangt hij het in op. Nou, bij mij heeft hij zijn bak nodig. Maar prijs God dat hij het weet. En God die weet de ellende van deze man. En die vrienden die weten de ellende ook van deze man. En die zeggen, weet je wat? Nou, sommigen zeggen tegen jou wel eens, ga het dak op. Prijs koning Jezus dat deze vier vrienden gingen met hun vriend het dak op. Ze gingen daar het dak op. En ze gingen die hele dak, die gingen ze slopen. Halleluja. Het dak eraf, juist. Prijs de Heer. Soms moeten wij in ons leven iets nieuws gaan doen. We moeten niet bij de gevestigde orde blijven. Als je dan op een gegeven moment zo'n fariseer hebt die zegt, oh wacht maar even, totdat al die mensen weg zijn. Dan is Jezus ook weg. Nee, ze denken, weet je wat? Het dak eraf! In de naam van Jezus! En ze slopen die dak, die slopen ze. En dan laten ze langzaam die vriend van hun aan de voeten van Jezus komen. Halleluja, dat is de plaats. Dat is de plaats, Henk! Aan de voeten van Jezus! Kijk! Voeten van Jezus. Dat is de plaats waar God ons wil hebben. Weet je, er zijn zoveel mensen vandaag aan de dag. Ze zijn niet geroepen door God, maar ze rennen wel. En God die zegt, kom eens eerst aan de voeten van mij. En als je aan de voeten van Jezus komt, dan zal je gaan zien dat er verandering gaat plaatsvinden. Deze man, hij komt aan de voeten van Jezus. En Jezus die kijkt omhoog en die ziet zijn vier vrienden. En weet je wat hij dan zegt? Uw geloof heeft u behouden. Zo belangrijk iets, hè? Als je leest elke keer in de Bijbel, uw geloof heeft u behouden, dan staat dat er heel vaak, staat dat erin. En dat is zo geweldig mooi. Dat we mogen weten dat heel Breeuwen het geloof, door het geloof, door het geloof, door het geloof, door het geloof. Halleluja. Moet je eens gaan kijken wat God gaat kunnen doen door het geloof. En dan zitten we daar soms nog heel erg gematigd. Halleluja, prijs de Heer. Door het geloof. Grijp een geweldig naast de naam. Door het geloof zullen wij het zieke de handen leggen en ze zullen genezen. Door het geloof zullen wij prediken. En dan komt daar die burgemeester langs. En dan zeg je, door het geloof laat de vuur van de hemel komen. Deed Elias, Elisa, Elia ook. Door het geloof. En dat is zo mooi. Jezus die zag die fariseeërs, zag die gewoon. En die zegt eigenlijk tegen die fariseeërs, wat is nou makkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven. Is dat zo makkelijk? Ja, aan de ene kant. Ja. Maar ze vonden dat verschrikkelijk, want God kon alleen maar de zonden vergeven. Dat was eigenlijk een onmogelijkheid. Hoe kon deze man, die Jezus, zeggen tegen zo'n man, uw zonden zijn u vergeven? Want God die zag hun hart aan. Hè? We hebben het net even over het hart gehad. Hè, dat er nieuwe mogelijkheden moeten gecreëerd worden. Vaak in ons hart. Hè, en Jezus die ziet die hart
van die schriftgeleerden en die fariseeërs. Jongens, en dat stinkt daar zo erg als een graf. Oh, verschrikkelijk. Het is gewoon een lopende grafkelder. Ja, je hoort ook af en toe die lijklucht daarbij met de skelet. Hoor je daar op een gegeven moment. Maar Jezus laat zich daar niet door leiden. Maar die ziet het wel. En die zegt op een gegeven moment tegen die verlamde: sta op! Waarom kun je dat nou zeggen tegen een verlamde? Dus er ligt iemand hier. Er ligt iemand op straat. Hartstikke doodgereden, een dooie. Die zegt tegen die dooie: sta op! Hoe kan dat? Dat kun je alleen maar in de autoriteit van God. Ja. Maar in de autoriteit van God zal je het zeggen. Ja. Je zal in de autoriteit gaan staan. En je zal op een gegeven moment de handen op doden leggen. En ze zullen op gaan staan. Want God die wil dat van jou. Jezus die ziet dat ook. En die zegt tegen die man, tegen die vlamde: sta op en wandel. En dat is ook belangrijk voor jou en mij vandaag, om te kijken wat de Bijbel daarvan zegt. Halleluja. De Bijbel die zegt in Handelingen 9 vers 6, maar sta op en ga de stad binnen, daar zal u gezegd worden wat gij moet doen. Lucas 8 vers 54. Maar hij vatte haar hand en riep, zeggende: kind, sta op. Halleluja. In Jezus. Ze stond stil en riep hem. En zij riepen de blinde tot hem: houd moed, sta op. Hij roept u. Soms moeten wij in ons leven, moeten we opstaan. Sta op. Het is de tijd om op te staan. Het is de tijd om op te staan. Het is uw tijd. Halleluja. Handelingen 22 vers 16. En nu, wat aarzelt gij nog? Jullie zijn nog niet naar buiten gevlogen. Sta op! Halleluja! En laat u dopen. En uw zonde afwassen. Onder aanroeping van zijn naam. Amen. Het is zo belangrijk. In ons leven. Om op te staan. Ik geloof ook dat er iemand is. Hè, die Gideon. Hè, die is hartstikke scheidensbang. Voor de strijd. Voor de vijand. Die vijand. Hij laat zich eigenlijk op dat moment. Indoctrineren door de vijand. Maar op dat moment spreekt God tot Gideon: sta op en maak je klaar. Halleluja. We moeten opstaan, dames en heren, lieve broers en zusters, voor de strijd. We kunnen niet meer. We moeten opstaan. Blijf eens. Blijf niet op je plek zitten. Blijf zitten waar je zit. Ja, ik vloer je niet. Nou ja, dat is schrik niet. Ezechiël. Blijf niet zitten waar je zit. Ezechiël 2 vers 1. En hij zeide tot mij: mensenkind, sta op uw voeten. En ik zal met u spreken. Dus God die wil dat je op gaat staan. Dat je gaat handelen. Dat je gaat wandelen. Dat je gaat praten. Dat je gaat spreken. Dat je op zieken de handen gaat leggen. Dat je mensen gaat genezen. Dat je gaat evangeliseren. De Bijbel wil dat. Hij zegt tegen jou: sta op. Het is vandaag jouw dag om op te gaan staan. En never nooit meer jezelf te laten knechten. Amen. Als Jezus het zegt tegen die persoon: sta op en wandel. Wat moeten wij dan doen?
Oh, dan heb je geen auto meer nodig. Het scheelt hier heel veel benzinekosten. Maar het is zo belangrijk voor jou om nu, op dit ogenblik te zeggen, aarzelt je nog? Wil je nu op dit ogenblik op gaan staan voor Jezus om in zijn autoriteit te gaan handelen? Dan wil ik je nu op dit ogenblik vragen om hier naar voren te gaan komen en hier te gaan staan als een leger van God. Om op dit ogenblik een nieuwe salving te mogen ontvangen. Om te gaan opstaan. In de wereld te gaan veroveren voor Koning Jezus. Amen. Oké, prijs Koning Jezus. Kom naar voren toe. Halleluja. 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 Breek elke macht die de duivel over jou legt. Verbreek nu in de naam van Jezus. Heer, de longen zullen nu op dit ogenblik schoon worden in de naam van Jezus. En op dit ogenblik spreek ik uit. Sta op in Jezus' naam. 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 Jij moet blijven staan. Sta op, niet gaan liggen. Sta op in Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Heer, doorstroom me maar. Doorstroom me maar met uw geest. Halleluja. Ja, dat is genezing. Dat klopt. Ja, moeder is mooi lachen. Genezing was van mijn longen. En dan is het allemaal een ikje die hele rommel door een ikje uit. Halleluja. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Er gebeurt iets, hè? Ja. Halleluja. Heer, genezing. Halleluja. Kom even achterdoor naar de stroom. Ja, vader. Het is ook iets kracht. Maar sta op! In Jezus. Autoriteit in de naam van Jezus. Nu. Doorstromen maar, Heilige Geest van God. Doorstromen. Raak maar die boom, Vader. Doorstromen maar in de naam van Jezus. Bij uw Vader laat ze komen hier. En ik zie een mooie gouden regen. In een soort olie op jou komen. En de Heer zegt, mijn dochter, ik raak jou aan op dit ogenblik in Jezus naam. Jezus naam, ik raak jou aan. Ik doorstroom. Ik zal spreken van mij. Van mijn liefde. Van mijn kracht. En mijn kracht zal op je zijn. Vader. Oh, wauw. U weet wat ik hoor. Ik hoor gekletter van wapenen. Van zwaarden. En de Heer die zegt, je bent een zwaard. Maar vol van mijn autoriteit. Je zal, met mijn zwaard zal je nog zoveel mensen aanraken en bereiken. Met mijn zwaard van mijn woord. Zal je opstaan in Jezus naam. Halleluja. 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 Vader. Nu is het de tijd voor de autoriteit. Hier raak eraan door stromen van top tot teen. Nu in de machtige naam van Jezus. Heilige Geest van God. Je hebt de pijn, Vader, die er al een dag af en toe een beetje in haar heeft. Brand dat er nu maar weg. Brand dat er maar weg. In Jezus.
Jezus. Ik voel dat die spoor bent van uw Heilige Geest. Ik ben nu helemaal geplaveid, maar ik ben een beetje bezig. Ik zal zien dat wij samen, zegt de Heer, tot een goed einde gaan komen. Vader, niet door je vertrouwen maar op hem. En hij zal het doen. Heer, hier sta ik. Heer, ik sta ik. Heer, ik sta op. Heer, ik sta op. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Heilige Geest van God. Heilige Geest van God, raak me maar aan. Heilige Geest van God, raak me maar aan. Nu. In Jezus naam. Ik ben jou aan het genezen. Je bent al zoveel genezen. Het gaat nog meer. Op dit ogenblik gaat hij aan. Ik ben genezen. Halleluja. Ja, dat gebeurt iets. Ja. Ik voel het heel duidelijk in jou. Halleluja. Bedankt jij de Geest van God. Bedankt jij de Geest van God. Dat ik me nu, op dit ogenblik, heb aangeraakt en genezen. Dank je, Heilige Geest van God, dat ze is opgesteld. Ze is autoriteit in gaan innemen. Heer, ja, geef haar maar een beetje meer voltage van uw geest. Heer, doorstroom hem naar God. Top tot tenen, Jezus dan. Laat hem maar liggen, man. Laat hem maar liggen. Doorstroom hem naar Heer. Top tot tenen, Jezus dan. Top tot tenen, Jezus naam. Halleluja. Zijn er meer mensen die in aanraking willen hebben van Heer? Halleluja. Ja, je bent hongerig geworden, hè? Oh, hij is ook echt zo'n lekkere vreter. Halleluja. Ik zie hem als een gideon. De Heer is bezig met hem. Op een bijzondere wijze. Hij heeft het zelf nog niet eens door. Maar het woord wat je kreeg, dat is het duidelijk woord. Want dat heeft de hart nou uitgesproken voor jou. Dat je zal nog heel veel dingen gaan doen voor de Heer. En daar zeg ik je mee. In naam van Jezus. Heer, nu op dit ogenblik pak ik een vuurkooltje van uw altaar. Heer, en ik breng het naar de mond van Paul. In de naam van Jezus. En nu raak ik zijn lippen aan. Raak zijn hart aan. Raak zijn hele persoonlijkheid aan. Nu in de naam van Jezus. En ik gebied elke blokkade. Elke blokkade. Die er nog zit in de naam van Jezus. Om nu te rijden. In Jezus. En de Heer die zegt. Mijn geliefde. Ik hou van jou. Ik heb je lief. Met zoveel liefde. Toen je al een klein baby was. Heel ik van jou. Ik heb altijd van je gehouden. Je bent een man. Wat reageert met je hart. Maar af en toe op een woord. Je veranderd. Maar ik ben de beter. En ik geef de Bijbeltekst mee. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat ga ik zeker bij jou doen. Heerlijk dank u voor Jezus.
Amen. Halleluja. Oké. Okay. Prijs koning Jezus. Ilse nog? Ja, vader. Ik wil olie hebben. Voor Ilse. Waar is olie? Niet? Oké. Okay. Nou, ja. Oké, okay, kom maar. Oké, doe maar. Olie. Halleluja. In Jezus. Complete make love. Hier opnieuw uw vuur van uw koninkrijk voor Ilse. Nu, Jezus. Jezus. Nou, ik wil luisteren wat hij hier zegt. Of het zo nieuwsgierig. Maar oké, vader, dit ogenblik, een verjonging. Verjonging van geest, ziel, in lichaam. In de machtige naam van Jezus. En ik zeg op dit ogenblik, ontvang het maar. Geest, ziel en lichaam, ontvang het nu. In de naam van Jezus, met de goddelijke autoriteit. Hier, want ze zal nog veel werk moeten doen. En ik zeg op dit ogenblik, tegen jou, sta op! In Jezus naam. Amen. Vader, dank je wel. Dank je wel. Vader, dank je wel hier voor deze dienst. Dank je wel, vader, dat u mensen hebt aangeraakt, hebt genezen. Dank je wel, vader, dat wij nog veel voor u mogen gaan doen, heer. Heer, dank u voor in Jezus' machtige naam. Amen.